Wat super dat je weer lekker met me meedoet. We beginnen met een rustige jog op de plek. Eventjes gewoon heel rustig injoggen. Lekker op die voorvoet en wikkel je voet vervolgens mooi af richting je hiel. De armen zijn natuurlijk altijd actief mee. En zo beginnen we de dag met een dansje. We gaan eventjes het tempo iets verhogen. En dan gaan we zo meteen, dat is altijd een beetje een bijzondere, maar wel goed om de binnenkant van de dijbenen op te warmen, gaan we een beetje wijd joggen. En neem de armen weer lekker mee. Die voel je ook hier aan de buitenkant van je bovenbeen. En kom maar weer smal. Gaan we zo meteen 3 keer 5 seconden versnellen. Een sprintje trekken. Als jullie er klaar voor zijn, ben ik dat ook. Daar gaan we. 3, 2, 1, kom maar. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. En daar gaan we nog een keer. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. En de laatste alweer. 5, 4, 3, 2, 1 en rust. Gaan we een high kick doen. Rechterhand omhoog. Linkerbeen. Blijf mooi rechtop. En probeer, kijk hoe ver je komt. Begin rustig aan. Begin wat laag en dan langzaamaan. Merk je dat dat gewrichtsmeer door die gewrichten gaat lopen. En dan wordt het wat soepeler. En dan kijk je of je een beetje hoger kan komen. Het blijft gewoon een warming-up. Probeer wel goed rechtop te blijven. En niet te veel voorover buigen. Heel goed. Dan gaan we naar een kleine squat. De tenen, benen zijn uit elkaar, heupbreed, de tenen iets naar buiten. En maak kleine beweging. En dan gaan we hem zo meteen ook even pulseren. We doen hem 5 keer. 4, 5. En dan doen we hem nog 5 keer. 1, 2, 3. Met een pulserende beweging. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En de laatste. 1, 2, 3. Heel goed. Doen we dezelfde. Ook hetzelfde aantal. In een brede squat. Dus je gaat goed breed staan. Ik sta hier een beetje in een kuil. Ik ga een beetje in het midden van die kuil staan. Tenen wijzen naar buiten. Blijf goed rechtop. En dan gaan we naar beneden. 5 keer. En dan doen we hem ook weer met die pulserende beweging. 4, 5. En dan gaan we naar beneden. 1, 2, 3. En omhoog. 1, 2, 3. En omhoog. 2, 3. 1, 2, 3. Nummer 4. En de laatste. Nummer 5. Gaan we een zijwaartse lunge maken. Ook die is weer voor de binnenkant van de dijbenen. En je mag daarbij je knie of je teen aantikken. Wat je prettig vindt. Stap hem uit en hou wel je voet plat op de grond. Dan voel je hem hier aan de binnenkant van je dijbeen. Stap hem uit. Nog 5.
4. 3. 2. 1. En de laatste. Heel goed. Maken we een beetje een W-vorm van de armen. Dan maken we kleine armcirkeltjes. Kom mooi rechtop staan. Span je buik en je billen aan. En we gaan de andere kant op. En strek je armen uit. Maken we nog kleine rondjes voorwaarts. Kleine snelle rondjes. En kleine rondjes achterwaarts. En dan gaan we even een stukje schoon zwemmen. Maak goed die ronde af, zodat je echt met je schouders een rondje draait. Schouderbladen gaan richting elkaar. We doen hem niet te lang. We moeten niet al de armen verzuren voordat we de oefeningen gaan doen. En de laatste. Heel goed. Mag je je handen op je schouders leggen. Even met de schouders rollen. De ene kant op. En dat doen we ook even de andere kant op. Gaan we nog even met de nek rollen. En dat doen we heel rustig van het ene oor. Over de kin. Of met de kin over de borst. Naar het andere oor. Rustig tempo. Laatste twee. En de laatste. En dan dribbelen we nog heel eventjes. En dan dribbelen we zo naar de oefeningen toe. Helemaal goed. Ik ga weer eens wat nieuwe sporten met jullie ontdekken. Doe met me mee. We beginnen in een beetje een winterse sport. We gaan langlaufen. Dus kom op het elastiek staan met beide benen. Je bent wat door de knieën. En we gaan de armen gestrekt voor en achterwaarts brengen. En op het moment dat je wisselt van arm, mag je omhoog komen. En we gaan dit een minuut volhouden. Ik ben heel benieuwd hoe ik dit ook ga vinden. Nee hoor, gaat helemaal goed komen. Doe met me mee. En dan gaat de tijd er nu in. Kom op. En hou je armen gestrekt. Dat is de kunst. Dat je ze voor en achterwaarts netjes uitstrekt. Dus ga niet smokkelen. Je mag wel smokkelen in hoogte. Dus je mag ze minder ver uittrekken. Maar ga niet je ellebogen buigen. Want dan heeft de oefening niet meer het gewenste effect. Hou vol. We zitten op de helft. De tweede helft gaat altijd veel sneller. Kom, nog 20 seconden. Hou vol. Die schouders beginnen te protesteren. Zometeen gaan we met de benen aan de slag. Mogen de schouders even rusten. En de laatste. Hartstikke goed gedaan. We gaan door. We gaan schaatsen. En daarna gaan we ook nog skiën. Dus ja, het wordt echt leuk. Nou, schaatsen, we blijven hoog. Maar we doen hem wel op snel tempo. En we gaan hem weer een minuut volhouden. We gaan dus niet heel diep, want dan kan je hem wat minder snel uitvoeren. We blijven wat hoger. En dan gaan we op tempo. Daar gaan we. Een minuut. Hop. En spring hem om.
En spring hem om. Deze voel je goed aan je deel van je standbeen, van je voorste been. Weet je, die schuine bilspier. We zitten alweer op de helft. Hou vol. Zijn er bijna hoor. Kom op. Nog 10 seconden. Die hartslag gaat omhoog. We raken een beetje buiten adem. En de laatste. Heel goed. Kom even een klein beetje op adem. Dan ga ik jullie laten zien wat de volgende oefening gaat worden. We gaan boekelpiste skiën. En dat betekent dat we om en om gaan springen. Maar we skiën met een groep. Dus zo nu en dan moeten we even op de achterblijvers wachten. En zo gaan we het een minuut proberen vol te houden. We remmen zo af en toe wat af. We versnellen weer een beetje. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Kom maar. Hop. We zijn lekker op dreef. Maar we lopen wat voor op de achterhoede. Dus we doen het even wat rustiger. Ja, ze zijn er. Dus we kunnen weer door. Ja, we hebben weer een te grote voorsprong. Even wat rustiger. Ja, ze zijn er. Gaan we weer. Ja, en nu willen we niet meer dat we ingehaald worden. Dus nu blijven we gewoon doorgaan. Ik hou er nooit van om als laatste beneden te komen. Kom op. Hou vol. Nog. 1 seconde en dit was hem. Dikke duim. Dit is best een pittige oefening. Hartstikke goed gedaan. We doen eventjes een ademhalingsoefening tussendoor. Eventjes tot rust komen. Maak je lang adem in. En adem uit. Adem in. Door je neus in. En door je mond uit. En de laatste. En door je mond uit. Heel goed, we zijn er weer. Gaan we kunstschaatsen. Ja, het is toch echt, hoe bedenk je het, hè? Been omhoog. Strek hem uit. Doen we 3 keer. Brengen we het been zijwaarts. Strekken we hem uit. Doen we ook 3 keer. Dan wisselen we van been. We houden het in totaal 1 minuut vol. Kom staan, daar gaan we. We zijn mooi aan het schaatsen. En dan komen we op 1 been. Hop. 2. 3. Draai hem zijwaarts. 1. 2. 3. Andere been. Breng hem omhoog. 1. 2. 3. Breng hem zijwaarts. 1. 2. 3. Andere been. Op. 2. 3. Breng hem zijwaarts. 1. 2. 3. Andere been. Op. 1. 2. 3. Breng hem zijwaarts. 1. 2. 3. Wissen we nog een keer. Doen we 2 keer. 2. Zijwaarts. 1, 2. Andere been. Op. 1, 2. Breng hem zijwaarts. 1, 2.
gaan we het elastiek erbij pakken. En we gaan boogschutten. Pak het elastiek voor je vast. Met een klein beetje ruimte tussen beide handen. Wat we gaan doen, ga stevig staan. Knieën uit het slot. Benen iets uit elkaar, actieve houding. Goed rechtop, schouders laag. En we gaan die pijl op spanning brengen. En breng hem terug. Breng hem op spanning. En breng hem terug. En dat doen we 5 keer aan de ene kant, 5 keer aan de andere kant. En dan gaan we net zo lang door totdat we aan de minuut zitten. De tijd gaat nu in. Daar gaan we. 1. 2. 3. Breng goed die elleboog op schouderhoogte naar achter. Andere arm. 1. 2. 3. 4. 5. En hou je elleboog hoog. Hè? Hou hem op schouderhoogte. 2. 3, 4, 5, andere kant, 1, 2, 3, 4, 5 en we wisselen nog 20 seconden, 2, 3, 4, 5, wissel om, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 en wissel van arm. 1, 2 en dat was hem. Hartstikke goed. Dan gaan we golven. Ik zei al bij de voorbereiding, ik heb iets wat last van mijn kledij. Maar daar heeft de echte golfer natuurlijk ook last van in de winter. Het zit allemaal wat strakker. Veel lagen over elkaar heen. Mag de pret niet drukken. We gaan klaarstaan. We maken een hele mooie beweging naar achter. En maak hem af over je andere schouder. Kom je terug. En dan gaan we weer. Hop. En kijk hem na. En normaal gesproken mag je die club natuurlijk niet nakijken. Moet je die bal nakijken. Maar wij doen hem toch even net iets anders. Dus ik weet, de echte golfers, die vinden dit natuurlijk helemaal niks. Uiteindelijk gaat het om de rotatie in de romp, waarvoor we deze oefening uiteraard met jullie doen. Oké, we gaan een minuut. We wisselen na een halve minuut van kant, wat ook een beetje gek is. Dat doen golfers ook niet, maar dat doen wij wel. Daar gaan we. 1, 2 en kijk hem na. Hop. 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 En kijk hem na. Kijk hem na. Ik denk dat we bijna op de helft zitten. We gaan wisselen. Aan de andere kant op. En kijk hem na. Andere kant op. Kijk hem na. Andere kant op. Nog 10 seconden. Hou vol. Blijf aan je uitvoering denken. En dat was hem. Nou, dat was een sportief rondje. Goed gedaan. Ik ga wat afsluitende oefeningen met jullie doen. Breng de armen wijd. En dan gaan we eerst eventjes heel rustig roteren met de romp. Kijk je achterste arm na. Probeer je heupen een klein beetje stil te houden. Oké, dan brengen we de armen omhoog. Maken we ons helemaal lang.
En dan mag je even zijwaarts buigen. Naar de ene kant. Terug omhoog. Naar de andere kant. Terug omhoog. Gaan we iets naar voren. Schuin naar voren. Terug omhoog. Helemaal recht naar voren. Terug omhoog. Schuin de andere kant op. Heel goed. Mag je je handen even achter je rug doen? Maken we een holle rug. Duw de borst naar voren. En trek je armen iets omhoog. Kijk ook wat omhoog. Brengen we de andere armen voor ons in elkaar. Duw ze weg en maak een bolletje van je bovenrug. En neem dan ook de bekken even mee. Zodat je helemaal in een bolletje staat. Oké, mogen de armen nog een keer achter je. Buigen we licht voorover. En trekken we de armen iets omhoog. Dan voel je de triceps. Plaats je armen in een W. Je duimen zijn naar buiten gericht. En duw je schouderbladen naar elkaar toe. Mag je je handen in je zij zetten, onder je ribben. Draaien we rondjes met de heupen. En de andere kant op. Zet je benen wijd. Gaan we even het linkerbeen. Mag je door je linkerbeen heen zakken. Je rechterbeen blijft plat op de grond. Breng je arm langs je hoofd naar boven. Komen we richting het andere been. Buig je knie. Breng je arm langs je hoofd. En kom omhoog. Doe je armen wijd. Maak eventjes kleine rondjes met je armen. Voorwaarts. En kleine rondjes achterwaarts. Leg je handen op je schouders. Draaien we nog even door. En de andere kant op. Dan mag je je elastiek daar even bij pakken. Kom je op je elastiek staan. Pak je hem heel kort vast. En dan laat je je even lekker door het elastiek van links naar rechts bewegen.
Oké. Dan komen we voorover. Gebogen langzaam. Je gaat werveltje voor werveltje. Ga je naar beneden. Laat lekker je armen wat op en neer bungelen. Oké, dan mag je weer werveltje voor werveltje omhoog komen. Tot je helemaal rechtop staat. En dan nemen we 3 diepe teugen lucht. Maak je lang. En laat hem los. Dat is 1. En nog 1. Maak je lang. En laat hem los. Dat is 2. En de laatste. Maak je lang. En laat hem los. Dat is 3. Goed dat je hebt meegedaan. Hartstikke leuk. En tot snel.